Ciao tutti, buongiorno, daar zijn we weer. Vandaag zijn we in Hellendoorn. Het is een tijd geleden dat ik hier ben geweest. Komt vooral door werk en tijd tekort. Dat ik hier de laatste tijd niet zo heel vaak meer ben, komt ook gewoon puur door werk en tijd tekort. En vandaag zijn we weer in Hellendoorn. Even kijken hoe het gaat met de voorbereiding voor Hexadon en Screams. Want wanneer ik deze video opneem deze week is... zijn de meeste pretparken begonnen met Halloween. Bijvoorbeeld op mijn werk Slaharen zijn ze al druk bezig. Wat een super vet evenement. Ik loop hier ook. Maar ik zie iets op de parkeerplaats en ik weet niet wat het is. Dus ik loop even heen. Dus tot zo. Hier op de parkeerplaats zijn ze druk bezig met iets. Ik denk zelf met een soort circus of zo. Misschien wel extra activiteit voor tijdens Hexadon Screams of zo. Ik ga ook niet verder lopen, want er zijn pionnen. Ik ga ze ook weer niet storen, maar we gaan een rondje door het park heen kijken hoe het daarvoor staat. Dus we gaan ons abonnement even scannen en we gaan naar binnen. Dat is Baba. De laatste tijd valt me op dat rondje hier niet meer zo vaak is. Geen idee waarom, maar het kan wel zijn dat die op avontuur is met grilsnavel. Ik zie een bordje bij de souvenirwinkel om te zien of ze nog merch voor Screams of wat dan ook. Nou, we gaan even kijken. Hier zijn ze al druk bezig met het horrorhotel. Ze hebben de wachtrij al gemaakt. Een beetje klein, want er staat die tuin Screams mega vol. Daar hangt al de eerste pompoen. Daar. Een horrorhotel, check in or if you dare. Ja, leuk, maar ik vind de wachtrij opvallend klein. Nou ja, misschien gaan ze hem nog verlengen, ik weet niet. Ik ga denk ik gewoon even een lekker ritje maken in Ridderstraat. Ik ben wel benieuwd wat daar nog vernieuwd is misschien tijdens Halloween. Nou, hier heb je natuurlijk de ontwerpen van de Ridderstraat. Ze zien er super tof uit. En ze is wel leuk, zo'n ouderwets schooltafeltje zat ik vroeger ook op. Zo'n klein tafeltje of zo op de basisschool. Natuurlijk al heel lang niet meer. Zou een beetje groot voor zijn. Heksen in alle soorten en maten. Leuk gedaan. Meneer, welkom bij Ridderstraat. Nou, hier zijn ze ook druk bezig. Volgens mij is dit Witch House of Odelia's Toverschool. Zou ook leuk zijn voor Odelia's Toverschool. Ziet er super leuk uit. Daar draait Ridderstraat, de nieuwste achtbaan van Nederland. Hier heb je Ridderstraat, de nieuwste achtbaan van Nederland. Het plan was om in 2022 de baan te openen, maar door onderhoud of de onderdelen tekort, wereldwijd de chip tekort, is het helaas niet doorgegaan. Dit gebouw staat er al 2 jaar, dit gebouwtje is trouwens nieuw. En later op dit plein komt er ook nog een horecapunt, maar ik denk zelf dat het later wordt toegevoegd dit jaar. Of volgend jaar, dat kan natuurlijk ook. Dus het is opvallend lekker rustig, mooi zo, het is ook trouwens ook machtig koud. Dus we mochten dit praten, het komt door de kou. Maar we gaan even een lekker ritje maken in de Riverzone Spinning Coaster. Het verhaal van deze achtbaan gaat over de draak Pelagos, dat hij het dorp terroriseerde. Hier staat ook eerst de vlag, om het zo even te openen, om het zo even te zeggen. De vier dapperste ridders worden gekozen om de struimende draak aan te gaan. Uiteindelijk winnen ze ook, dus het is hartstikke mooi. Ridder is gestreden, Pelagos is gevangen, verslagen en geketend. Het dorp viert feest op de dag van vandaag. Nou, we gaan de strijd meemaken in deze achtbaan. Deze decoratie wordt ook bij Halloween, dat is wel grappig. Ze zijn al aan het afgebroken met de stuntshow. Dat is ook een hele goede, kom de volgende zomer zeker even kijken. Wat een leuke show. Zoveel is rustig, dus wordt het bijvoorbeeld gelijk. Boven de baan, ik wil ook dat ik geen gek voel met het personeel, maar dat waren we niet uit. We gaan maar lekker ritje maken en ik hoop niet dat we vast komen te zitten. Hij is opvallend soepel. Ja, hij is lekker soepel. Had ik niet verwacht van een kermisachtbaan. Gaat lekker smooth. We gaan de eerste, ik weet niet in welke we zitten, maar ik hoop in O, want dan spin je zo lekker. We gaan de eerste klap. Hey! Dat is wel een leuke baan. Het nadeel is wel, als je remt, dan komt het echt net met je buik gewoon hierin te zitten. Maar dat maakt niet uit. Het moet ook een beetje harder afgesteld worden. Hij spint niet zo lekker eigenlijk. Ja, maar dat maakt niet uit. We
kunnen nog een ritje maken. Misschien dat hij wel lekker spint. Kan dus goed. Het is lekker rustig. Het is machtig koud. Dus ik knap wel. Oh, nu gaan we lekker spinnen. Dan gaan we naar de laatste drop. Met een jump erin. Hey! Volgens mij is er een technische storing, want er staan karretjes vast. Zo. Ja. Volgens mij is er een technische storing, want er staat een karretje vast. Dus geëvacueerd worden, denk ik. Grappig. Rechts uitstappen, oké. Nou, gaan we doen. Vallen we van zulke hoogte. Mooi man. Tijdens de technische storm kunnen we wat feitjes vertellen. Deze baan stond ook eerder in Mexico. Raton Loco heet die volgens mij. Ja, voor de rest heb ik niet zoveel feitjes. Hier kunnen volgens mij 8 karretjes op. Maar volgens mij staan er nu 5 op. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, verder is het gereviseerd door Van der Most. Nu is het Soldium. Maar het is wel vet dat we vastzitten. Kunnen we misschien nog geëvacueerd worden. Voor was jammer dat ik niet op de lift stond. Om van zulke hoogte geëvacueerd worden. Dat was vet geweest. Maar helaas. Het is ook wel vet hoor, om even wat sfeerbeelden hier te maken. Mooi man. Daar komt de technische dienst al aan. Hopelijk wordt het geëvacueerd. Of wordt de storing ook opgelost. Dat is ook fijn. De storing is opgelost. Ze was kleiner. Gefeliciteerd, dappere ridders. Dappere ridders. We hebben Balagos verslagen. Ja, wel wat verslagen, maar dat was wel een hele lange strijd. Dat is wel mooi. Ik hou van mijn leven. Hier zijn ze al bezig met de vuurwerkshow. Voor Screams. Excellent Screams. Ja, wat die jaren zo trouwen. Slim, dat je hier nu al mee bezig gaat. Mooi man. Ja, sorry. Het apparaat gaat ook telkens naar de ene kant en de andere kant botsen. Nou, dus mijn vraag is, is hier de tuf al langs geweest? Is hier de tuf al langs geweest? Is hier de tuf al langs geweest? Zei ik dat. Maar gelukkig is het schoonwater, zijn ze ook niet allemaal. Dus dat is wel fijn. Maar die zei dat gaat gewoon. Hier zijn ze al druk bezig met de opbouw van Deadlab. Ja, ik ga er niet in, want ik ben een langzaas. Maar tot nu toe, hoe ik het nu al zie, ziet het er leuk uit. Dat is de next, ik zou even de lens voor maken, ja. Nou, dat is de next tegen nu aan te praten. Ja, grappig. Leuk detail. Dames en heren, de verwarming staat aan! Hey. 1 persoon. We gaan het nu doen. De verwarming staat aan! Hey. 2 personen. Nou, dat scheelt al best. Zijn er dan van 2. Er staat nog niet heel veel meer inderdaad. Het is een rustig dagje vandaag, dus zorg wel dat je op tijd bent, jongens. Want 1 en 3 uur gaan we ook echt beginnen. De disco show. En we gaan beginnen met de Dino. Helemaal goed, dag. Yeah.
Mickey Henry. Die kan je ze mega applaus. Heel goed gedaan, heel goed gedaan. Kijk eens, ik heb een beetje gekeken, maar ik vond jij dit perfect, hartstikke goed. Kijk eens, heel goed, heel goed. Jullie lekker delen met elkaar. Heel goed lekker delen, heel goed lekker delen. Kijk eens, hartstikke goed gedaan. Nou ja zeg. Hey, weet je wat leuk is? Wij gaan vertellen dat wij om 1 uur en om 3 uur nog een show hebben, jongens, in het Gouden Theaterpaleis. De mensen kunnen op de foto als ze dat willen. Dan zeg ik, kom deze kant maar eens even op. Gaan we gewoon lekker. In ons vliegtuig onderweg naar de jungle. En volgens een oude schat is er in deze jungle een schat verstopt. Ja, een vervloekte schat. Niet zo erg, heel snel. Je hebt genoeg koekjes in je rugzak. Einde, loopboot uit 4. En toen bleek dat ik gewoon wat van doen. En tot mijn verbazing vond ik een oude koop. Lezen, want hij is geschreven in een vreemde taal. Ik hoop maar dat dat verhaal over die koek niet waar is. Ik ben bezig met het vertalen van de taal. Maar vind het moeilijk om te concentreren. En lopen s'nachts naar de wilde dieren. Straks stelen ze mijn andere koekjes ook. Nou, ik sta maar snel op. Weet je wat voor dieren er in grote wonen, Roger? Dan is het nu zover. Wij vragen jullie aan wat voor Kabeltje en Jasmijn. Jasmijn, kom op, gaan we beginnen. Wat doe je nog? Ik hoor je net zo klappen. Ik sta niet te doen. Hier, kom op. Kom op, hier. Kom op, klappen mee. Ja, daar gaan we. Hey, ik sta daar met al die hier in de somberij.
Ik moet op zoek gaan naar het Rinderzwaard. Terugweg is er niet. Jongens, kom mee! In mijn geheime droom, vol van avontuur. In mijn geheime droom, en ik in iedere uur. Alles komt tot leven, en het is daar ik ook steeds. In mijn geheime droom. Daar moet je, ik vind iets leuks. Doe allemaal je handen in de lucht. Potverdorie, ben ik de tel kwijt. Wat hebben we gezegd? Zal ik al eens zien? Okay. Nou ja, ik hoop dat het wat sneller gaat. Dat hoop ik ook. Ja. Ik blijf. Ja. En slot. Ja? Dan kunnen ze niet naar buiten, want die is op slot. Ja. Ik heb geen sleutel! Ik heb al geen sleutel! Daar zit in het slot! Slot is een ander woord voor kasteel. Ze kunnen wel naar buiten. Ze kunnen wel naar buiten. Niet op slot. Niet op slot. Ik begin even opnieuw, ja? Begin hem opnieuw? Ja. Oké. Okay. Kareltje en Jasmijn. Kijk, het verhaal, sorry. Haakje. Komt. Lang. Heel lang geleden. Hoe lang geleden? Oh ja, woonde er in een kasteel 5 ridders. Dat klopt niet. Wat? Ridder in opleiding. Oh. Ja, dan ben je net een beetje anders dan de echte ridders. Dus je bent in opleiding? Ja. En je bent anders? Ja. Heet die Hans? Hans? Hans anders? Ja. Moet die een bril? Heeft die een bril? Kaaltje, is die bril anders? Kijk je door een wc? Kaaltje, je kan helemaal openbaar. Maar dan is een hele grote, hoge boomstroom midden op het pad. Daar ga ik doorheen. Nee, dat kan niet. Hij is zo breed dat hij er overheen moet. Ja. Oh, nog één. Even kijken. Ze kwamen aan bij het kasteel. Daar stopten ze. Jeetje! Oh, 188! Oh nee, we blijven lekker hier. Wat? Ja, hallo. Ik heb al verteld met die ridderzaal. Dan loop je daar en hoor je voetstappen en een hele gekke stem. Wat doe jij hier? Wat wil je worden? Ridder. En wat zijn ridders? Stoer, cool en knap. Let's go! Maar ik, oké, ja. Jongens, weet je wat, ik ga wel mee, ja. En heb ik straks eenmaal het paard. Dan denk ik echt een ridder. Oh, ze is al weg, wat heb ik. Dan denk ik echt een zwaar, hartstikke geweldig. En Jasmijn! Nou, ja, wat zeg maar, oh! Zijn we er? Ik weet het niet. Even kijken. Hey, Kaaltje? Ja? Het is helemaal donker hier. Het is donker. Kijk eens. Het is een zaklampje weg. Nee, ik heb geen zaklampje. Maar weet je wat ik een keer gelezen heb? Oh. Ik heb eens gelezen dat als je 2 keer in je handen klapt, ja, dat dan de lampen aangaan. Dus jongens, ik tel even tot 3. Gelijk. En dan klappen we tegelijk in onze handen. Komt-ie. 1, 2, 3. Ja. Kaaltje, het is gelukt. Kijk zo. Is dit de ridderzaal? Misschien is het zwaar wel. Dus even kijken, dan gaan we pas op. Dus zeggen, oh jeetje, er zijn hele... Hete zwaar natuurlijk. Oké, dan gaan we het. Hoppa! Jasmijn! Kereltje, wat is er? Er staat een ridder onder de douche! Wat? Ja, met zijn helm op! Ja! Helm op? Ja! Onder de douche? Ja! Anders wordt ze haar na. Kereltje, hé! Wat is er aan de hand? Ik hoor de voetstappen! Ach, Kereltje, hang nou eens op, dat kan helemaal niet! Dat is wel waar! Jongens, jullie hebben toch ook voetstappen gehoord? Ja! Ik snap wel dat jullie proberen een grapje uit te halen, maar ik snap het. Ik heb... Oké, wie doet dit? Nee, ik niet. Willen jullie hiermee ophouden? Nee, maar hallo, dit bedoel ik dus. Wat doen jullie hier? Kaaltje, ik zeg toch klaar nu? Nee, maar dat ben ik niet. Ja, wie dan? Ik weet het niet wie dit is. Vraag jullie, wat doen jullie hier? Jongens, volgens mij komt het van... Dat is toch veel. Hè? Wie zijn jullie en wat doen jullie? Willem. Bewaker van de schat van de ridders. Dag Willem. Helemaal niet één. Nee joh. Hey. Kareltje. Ja? Ha. Ik weet ineens weer wie je bent. Oh nee. De zoektocht naar het verloren zwaard gaat inderdaad nog niet al te best. Nee Willem, sorry. Als jij nog steeds ridder wilt worden. Ja.
dan help ik je graag in de goede richting. Oh, dat is lief. Hey. Ik geef je een kleine hint, zodat je verder kan. Wat is dat? Aanwijzen. Let op. Oh, let op, jongens. Als je er vier ziet... Vier? Kijk dan maar eens daarachter. Hè? Dus, als je er vier ziet... Ja? Kijk dan daar eens achter. Hè? Heel veel succes. Vier schilderijen? Jongens, wat daar... goed, ik ga erachter kijken. Misschien de taalzwaar wel. En? Nee. Ja, wel echt lekkage, maar geen Oh, ja. Lekker weer. En nu? Hé, jongens. Kijk eens, niet vier, maar vijf schilderijen. Deze staat er ook nog. Maar wacht, deze moet ik jou laten zien. Oh. Dit is een heel belangrijk schilderij. Wacht even. Ik zie het, jongens. Jongens, kijk. Dit zijn nou de vier belangrijkste ridders van Ridderstrijd. Op die schilderij. Wat zei je? De vier belangrijkste ridders van Ridderstrijd. Wat zei je? Vier belangrijkste ridders! En wat zoeken? Eens even kijken, moet even anders zijn. Dan kijken op de achterkant. Ik zit in de achterkant. Nee, mijn achterkant! Omdraaien! Dan moet je kijken wat ik heb gevonden. Wat jij gevonden? Wat zij hebben gevonden? Nee, daar zien jullie heel goed. Hey, zullen we het samen lezen? Ja, lees jij eens voor. Nou, oké. Okay. Ook wel leuk. Verborgen tussen een warme vacht. Voor een ieder die het zwaard graag pakken wil, vraag het moed en sterkte, want de plek waar het ligt is koud en kil. Oké. Okay. Koud en kil. Ik moet heel even denken. Koud en kil. Waar is het meest van koud? Nou, waar dan? Wat zeg je? In de kil. Ik hoor. In de kil. In de kelder? In de kelder helemaal niet. Nou, ga jij dan even kijken in de kelder? Jasmijn! Heb je het gevonden? Kijk eens waar die voor de deur ligt! Een groot applaus! Nee, kijk eens naar kroon. Kroon? Ja, er ligt een kroon. Cool. Hey, ik ben de king. Ja. Wat? Burger King. Lach eraan, sorry, stop! Ja, natuurlijk ben je naast hebben. Jongens en meisjes, papa's, mama's, opa's, oma's, groot applaus voor jezelf! Dan ben ik! Want dankzij jullie heb ik het zwaar te pakken. Dan ben ik een echte leraar. Ik wil het niet laten zien. Hallo! Een echt zwaar, wat goed. Die kent nummer even dan. Oké, top! Mooi, gaan we terug. 1, 2, en 3. En Hatsidi! Zo. Nou, zijn we weer. Mooi. Hé, hey, Kareltje, ik zat even te denken. Ja. Ik vind het eigenlijk wel leuk om een klein... Op de wijze met een mooie achternaam. Ja, goed zo. Hallo. Ik zit maar in mijn armen. Lig langer tot de bank. Ik heb geen zin om te bewegen. We'll be right back.
En zo staan we weer bij de uitgang. Het is machtig koud. Al de hele dag, dus ik ga snel weer naar huis, lekker opwarmen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hebben gelachen om deze video. Ik vond het wel een leuke video. En de volgende video wordt denk ik Hexendoorn. Want die komt morgen al. Bedankt voor het kijken, tot bij de volgende video. En ja, tot bij de volgende video. Tot morgen. Ontmoet, tot morgen. Is hier de tuf, 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 tuf al langs geweest?